Gelukkig nieuwjaar. Een goed jaar begint natuurlijk met een goede nieuwjaarspeech. Maar hoe schrijf je een goede nieuwjaarspeech? Wat zijn tips voor de opbouw en hoe kun je de zinnen pakkend formuleren? Veel burgemeesters geven elk jaar een nieuwjaarspeech. Je zou dus kunnen zeggen dat ze inmiddels expert zijn geworden in het geven van nieuwjaarspeeches. Sommige zijn heel mooi, andere meer langdradig en saai. Ik heb er een aantal van bestudeerd en met name die van Amsterdam en Utrecht vond ik heel erg interessant. Ik vertel wat over hun opbouw, hun type zinnen die ze gebruiken en elementen die jullie ook in je eigen speech kunnen gebruiken. De elementen die in de meeste nieuwjaarsspeeches voorkomen, die zie je hier op een rij. Bij elk van die elementen geef ik een voorbeeld en dat kun je ook gebruiken als kapstok voor de uiteindelijke speech. Zelf kun je ook kijken wat je elkaar over laat lopen en waar je welk onderdeel plaatst. De eerste stap is natuurlijk het welkom en de inleiding. Die gaan in elkaar over. Bij het welkom is het belangrijk om echt gemeende woorden uit te spreken. Hoe fijn je het vindt om mensen weer te zien en ze echt welkom te heten op de locatie als dat een speciale locatie is. Het tweede wat helpt is om al in die inleiding de belangrijkste pijlers voor de speech al te laten doorklinken. Bijvoorbeeld als de speech gaat over hoop, al iets te zeggen over hoop in het begin. En als de belangrijkste pijlers zijn, bijvoorbeeld verbondenheid en verwondering, dat je die ook al noemt in het begin. Wat in de inleiding van een nieuwjaarsspeech ook heel goed kan werken, is om een aantal retorische vragen te stellen aan het publiek. Of vragen die je daarna zelf gaat beantwoorden. Hoe staan we ervoor? Hoe gelukkig zijn wij? Wat is er nodig om nog gelukkiger te worden? Of bijvoorbeeld een beeldspraak. Onze stad is als een klein bootje op de wereldzee. Dames en heren, onze stad die vaart als een heel klein bootje op de grote wereldzee. Bijna alles wat er mondiaal, Europees of nationaal gebeurt, waait vroeg of laat, harder of zachter, ook Enschede binnen. Dan de volgende logische stap is om terug te kijken op het afgelopen jaar. Wat is er gebeurd? Welke vrolijke en ook welke verdrietige gebeurtenissen zijn er geweest? En wat ook heel mooi is, is dan om een aantal anekdotes te gebruiken. Bijvoorbeeld de burgemeester van Amsterdam, die vertelt over haar goede voornemen om wat vaker te gaan roeien en dat al snel in het water zag vallen. Of de burgemeester van Utrecht, die vertelde over een nieuwe Utrechter die geboren is en een mooie toekomst die hem hopelijk te wachten staat. Een van de vele goede voornemens die ik had toen ik bijna een half jaar geleden geïnstalleerd werd, dat was om elke week te roeien. Want het leek me namelijk wijs, de zwaarte van het werk kennend, om mijn conditie een beetje op peil te houden, maar ook, al was het maar een uur, in de drukte van stad en werk, even één moment van stilte te hebben. De drie keer dat ik het afgelopen half jaar over de Amstel voer, was ik eigenlijk steeds getroffen door de intimiderende schoonheid van de stad. Een heel belangrijk element van een nieuwjaarsspeech is natuurlijk een blik op de toekomst. Wat is de hoop? Wat zijn de verwachtingen? Wat zijn dingen die waarschijnlijk zullen gaan gebeuren en waarop we ons moeten voorbereiden? En bij dat onderdeel kunnen ook mooi de elementen die eerder werden genoemd weer terugkomen. Datgene wat aan hoop bij de anekdote naar voren kwam, of wat in de inleiding of bij de beeldspraak werd gebruikt, kan weer mooi bij de blik op de toekomst weer gebruikt worden. Zo krijg je dat in die speech verschillende elementen voortdurend terugkomen en maakt het voor de toehoorder herkenbaar en goed te volgen. Bijvoorbeeld inderdaad, zoals ik noemde, de hoop of de woorden verbondenheid, verbinding en vertrouwen. En die komen ook dan weer terug in hoe vertaalt zich dat naar de toekomst. Een nieuwjaarsspeech is helemaal mooi als je iets van een wijsheid kan meegeven. Het kan je eigen wijsheid zijn of je citeert een ander. Een mooie uitspraak die gedaan wordt waarmee je anderen kunt inspireren. Dat kan zowel bij de terugblik naar voren komen als bij natuurlijk de blik op de toekomst. En tenslotte is de speech pas compleet als er natuurlijk ook echt een wens wordt uitgesproken. En in die wens mag ook wel een stukje creativiteit gestopt worden. Bijvoorbeeld, ik wens u een hoopvol nieuwjaar toe. Of ik wens u verbinding, veerkracht en een beetje verwondering toe. Gelukkig nieuwjaar.
Dat geeft net iets extra's aan de gewone nieuwjaarswens. Ik wens jullie veel succes bij het schrijven en houden van de mooie nieuwjaarstoespraak. En wens jullie een gelukkig nieuwjaar. En natuurlijk kunnen jullie gratis abonneren en deze video liken als je wilt dat er meer van dit soort tips komen.